We hebben weer de lenteactie. Om de lente te vieren, korting op een persoonlijke reading. Alles voor de helft van de prijs. Aan te vragen via mijn website. Oké, dan gaan we nu door naar de video. Dit is de legging voor de schorpioen. Voor april. Loyaliteit en herstellen. Dit voelt als een relatie die weer hersteld wordt. Het is even wat rustiger geweest tussen jullie. Een beetje afstand is er geweest. En dat contact komt weer helemaal terug. Die relatie wordt weer helemaal hersteld. Je hebt gedacht dat hij helemaal geëindigd was. Misschien was hij ook wel helemaal geëindigd. Maar nu blijkt dat er toch nog heel veel liefde is tussen jullie. En dit staat op het punt te gebeuren. Misschien is het al gebeurd voor sommigen van jullie. En dan wordt die relatie tussen jullie weer een nieuw leven ingeblazen. De liefde tussen jullie light weer helemaal op. En ook de seksuele aantrekkingskracht is weer helemaal nou ja, sterker dan ooit eigenlijk. Als er in het verleden twijfels zijn geweest over die loyaliteit, dan kan je dat hierbij achter je laten. Ik denk dat het iets is wat lastig is om te doen, dat achter je te laten. Misschien is het ook wel een beetje iets wat bij jou hoort. Dus het te veel nadenken, een beetje jaloersig, overal wat achterzoeken, wantrouwen misschien. Maar ik zie er echt helemaal geen reden toe. Ik zie eigenlijk alleen maar hele fijne dingen. Het is meer je gevoel wat... ja, wat jou wijs maakt dat je dit niet kunt vertrouwen. die liefde tussen jullie, die is echt oprecht. En er gaan wat dingen veranderen. Er gaat iets gebeuren wat ervoor gaat zorgen dat dat je die twijfels achter je kan laten en dat je op jezelf, die kaart viel net, daarom moest ik lachen, dus dat je die twijfels achter je kan laten en dat je durft te vertrouwen op die gevoelens die er zijn. Want die gevoelens die er zijn, die zijn echt en oprecht en ook wederzijds. Dus als deze persoon weer in jouw leven komt, of als dat contact tussen jullie weer beter wordt, weer sterker wordt, deze persoon is weer meer aanwezig in jouw leven, let dan op de gevoelens die je hebt. En probeer na te gaan of die gevoelens echt zijn, gerechtvaardigd zijn, of dat ze alleen in je hoofd zitten. Dus dat je jezelf dingen wijs maakt. Wat het natuurlijk geen echte gevoelens maakt, maar meer gedachtes. Probeer op jezelf te vertrouwen. Die jaloersheid of het wantrouwen komt vaak voort uit onzekerheid. Probeer veel meer in je eigen kracht te staan. Om te vertrouwen op jezelf. Om te vertrouwen op je eigen kunnen. Hoe goed je bent, hoe leuk je bent. En dat is namelijk hoe deze persoon jou ziet. Zo leuk en knap en grappig en lief. En gul. En wat ik met deze twee kaarten zie, wat zou kunnen gaan gebeuren, is een huwelijksaanzoek, een zwangerschap. Dus dat ligt allemaal in die toekomst voor jullie. Dus dat contact tussen jullie gaat heel snel sterker worden en meer worden. En dan zal je heel snel merken dat er zoveel gevoelens eigenlijk tussen jullie zijn. En ik denk dat je er dan ook steeds makkelijker op kan vertrouwen wat het is, dat het echt is. Dus oké, nou ja, heel veel succes hiermee.